zag net voorbij komen op Facebook. Ik vind het hier gewoon lachwekkend. Gewoon letterlijk lachwekkend. Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pot, zoals iedereen weet. Vandaag is het... Wow, zat hier hard? Foute uren, altijd leuk. Nou ja, ik vond een beetje het hard staan. Maar wat ik nu ga doen is lekker wakker worden. En wat ik net aan jou zelf, ja, waar is je aan zitten? Ganya zit daar toevallig. Hey Ganya! Ganya! Oh, heerlijk om wakker te worden, anders je rolgordijnen open doet. En het is gewoon droog. Dat is gewoon lekker wat er is. Zo, koffie heb ik lekker aangezet. Alleen nog even kopje pakken. En al bijna weekend. Voor jullie is het natuurlijk ook al bijna weekend. Weekend al voorbij natuurlijk. Het is een, voor jullie zondag. 5 augustus, juli alweer. Het gaat altijd hard. Voor mij is het 2 juli. En voor jullie 5. En ik zat te kijken. En deze weekend wordt het ook toen grauw weer, baggen weer. En daar baal ik wel een beetje van. Maar ja, wat we nu gaan doen is even lekker wakker worden met een bakje plurf. En daar ben ik mee klaar. Wat ga ik nu doen? Even lekker bakje plurf maken. En heerlijk van de weer genieten. Even kijken hoe het nou eruit ziet. Ik ben een soort type van het weer. Ik vind dat altijd zo heerlijk wat er is. Zo, koffiepensine gedaan. En nou even kijken naar buiten hoe warm, lekker warm buiten is. Het is wel apart. Weekend gaat ook wel slecht weer worden. Ik bouw ik al een beetje van. Maar ja, komt wel goed. Gelukkig hebben we een dak nog. Of zou je geen dak hebben? Dat is een goede vraag. Hoe zou de zwervers eigenlijk... Ja, die zou schuilen onder de brug natuurlijk of zo. Respect naar de zwervers en zo, maar ik ben nog wel nieuwsgierig. Nou, en staat daar iemand buiten? Nou, het zal wel. Ik ga nu maar even lekker bakje zetten. Net lekker geëdit. Dat is ook weer gebeurd. En dan wasje gisteren lekker opgehangen. Wat is dat heerlijk wat er is eigenlijk. Lekker de wasje opgehangen. Ik denk vanavond even eraf halen. Ziet er goed uit zo. Ik ga nu even klaarmaken. Om dadelijk vlog in te plannen. En misschien dat ik even nog een video ga bewerken. Maar daar ga ik nog even bekijken. Ik ben nu thuis gekomen. Ga ik lekker dadelijk een broodje biefstuk eten. Lekker even lekker groot stukje heb ik gehaald. En als ik al de lekkerste is wat ik thuis kom. Voordat ik naar werk ga. Voor en na ga ik zet ik altijd de radio uit. Maar nu lekker aan. Dus laten we dat even doen. En dan ik even lekker biefstukje maken. En vanavond met een team net even anders bellen. Als het goed is het Vincent, Chinese en Veerle. Sanne kon helaas niet bij zijn, dat is wel jammer. Mijn vriendin dus. Maar ja, je kan niet altijd bij zijn. Ik zeg dat heel vaak. Maar ja, is natuurlijk gezellig. Maar als het niet kan, kan het gewoon niet. Klaar, punt. Simpel. En... ja, je moet ook gewoon eigen dingen kunnen doen. En ik heb nu deze was, ga ik zo meteen ook opruimen. En even net bij de groep geweest, even lekker bakje koffie lopen drinken, zitten kletsen. En ja, een beetje over soepelingen, want hier bij elk gebied krijg je soepelingen. Ik ben benieuwd of jij in de instelling zit en of je ook dan soepeling krijgt. En van Vincent weet ik in ieder geval, Michel weet ik ook. Misschien is er bij die twee nu nog meer veranderd, ben ik wel benieuwd naar. Misschien krijgen jullie dat vandaag al te horen. En we gaan het horen in ieder geval. Ik zag net voorbij komen op Facebook. Ik vind het hier gewoon lachwekkend. Gewoon letterlijk lachwekkend. Ik denk dat jullie ook al allemaal hebben gehoord over de voetbalsituatie en deze situatie. Dat je in stadions niet mag juichen, niet mag schreeuwen, niet mag spreekwoorden mag zeggen. Oké, dat zou lekker zijn voor de scheidsrechters. Dat gun ik. Ik zeg eerlijk,
Ik gun het ze dat. Want sommige woorden gaat soms letterlijk wel een beetje te ver. Want het is bij voetbal zijnde. Maar om niet te zingen in het stadion. En om niet te juichen in het stadion. En als dat gebeurt, heb je 3 maanden stadionverbod. Oké, we leven in deze wereld. Hoe kan je dit verzinnen? 1. 2. Al gebeurde het. Dan vermoed ik gewoon letterlijk dat heel het stadion, die mensen die er nabij zitten, stadionverbod krijgen. Dus hey, krijg je dan geen supporters. Ik heb er eigenlijk net op Facebook ook gedeeld, privé Facebook, waar eigenlijk gewoon mensen die ik letterlijk goed ken op Facebook heb. En dan denk ik van, maar ik was net ook op radio te zeggen, denk ik, hoe kan je dat handhaven en hoe kan je de regel inplannen, helemaal, om nu te zeggen, stadionverbod, oké, dat je gaat zeggen van, dat het niet mag, prima. Oké, maar ik heb met mensen over gehad, dat is niet te handen. Niet te doen, is letterlijk gewoon niet te doen. Ik ben er zo nu benieuwd naar. Hoe gaat dit seizoen uitkomen? Hoe gaan de supporters... Ik denk dat het gewoon zo 100% gaat gebeuren. Dat ze gaan juichen. Dat ze gaan zingen. Dat ze gaan brullen, wat dan ook. Laat even weten in de reactie wat jullie daarvan vinden. Ik denk... Dit gaat niet goed komen. Dit gaat letterlijk niet goed komen. Er gaat echt... Ik ben zo benieuwd naar hoe dit gaat lopen nou. Maar ik heb niet goed gevoel erbij over. Dat heb ik nu al. Ik kan zo... Soms op momenten kan ik gewoon zien of dit gaat gebeuren of niet. Of dit te handhaven niet. Kijk maar bijvoorbeeld naar... Feyenoord, Ajax, PSV, die grote clubs. Never, never gaat dat er gebeuren dat ze dat doen. Sowieso een kleine club. Bijvoorbeeld, kijk naar bijvoorbeeld de voetbalclub NAC. Dat is een club. Enthousiasme, emoties. Algemeen, voetbal is emotie. En hoe kan de regering die emotie om laten uitschakelen? Gaat gewoon niet. Laat even weten in de reactie wat jullie ervan vinden nogmaals. Ik denk dat het niet te doen is. Dit gaat ook letterlijk niet gebeuren. En ik ga lekker, ik ben ook wel lekker biefstukje aan maken. Heerlijke biefstuk. En ik zag voorbij komen. Oh my god. Meen je dit serieus? Ik heb toen op mijn Facebook ook neergezet. Volgens mij heb ik dat nog niet verteld. Dan kan er beter geen supporters meer komen. Twin ik. Dat heb ik al nu al. Dat kan ik nu al zeggen. Zeg dan gelijk geen supporters. Of supporters. Onder wel 1,5 meter, maar wel alles er nog wat erbij. Maar nee. Dat gaat. Ik ben heel wel benieuwd naar hoe dat gaat lopen. Ik denk dat binnenkort wordt gezegd. Geen supporters meer. Ik denk dat dat gaat gebeuren op een moment. En ik heb een wasje gedaan zoals jullie hier zien. En ik heb eigenlijk mijn telefoon uit de hoesje gedaan. Waarom? Ik kan niet met mijn hoesje kan ik de telefoon neerzetten. En ik heb altijd dat telefoon bijvoorbeeld zo. Recht neer, dat ik gewoon rechts neerzet. En dat kan op het moment niet als ik met team net even anders ga bellen. Dus zet ik de telefoon gewoon daar tegen de box om dadelijk. En dan ga ik met over een paar minuutjes, ongeveer 20 minuutjes. Dan ga ik met net even anders bellen met Vincent, Sunny's en misschien Veerle bellen. Wat ik al zei. Dus nog even 20 minuutjes wachten. Ik heb er nu al zin in om even lekker gebeld te hebben. Ik ben benieuwd wat ze hiervan vinden, want dat hebben ze nog niet gezien namelijk. Want voor hun, als het te zien is, is dat ik eigenlijk af heb geschoold vrijdag gebeurd te zien. Maar het is morgen pas vrijdag, dus als ze nu kijken, zien ze dadelijk voor eerst. Dus hun hebben het nog niet gezien namelijk. Ik ben benieuwd wat hun ervan vinden. Ik ben zo benieuwd naar de reactie, maar dat gaan jullie wel zien. Of niet, dat ik weet nog niet. Kanja zit daar zo. Oh, die is zo spels hoor. Die is zo spels, die Kanja.
Die Ganya is weer speels. Zo, dat was een Ganya geworden. Hey Ganya. Dat is een lief beetje te tak. Maar het is ook prachtig weer vandaag. Volgens mij hebben we amper geregend. Al is het nu, ik weet niet of jullie kunnen zien, die bui. Die jullie daar zien. Hier. Dit. Zie je al dat het hier donker is. En dat is volgens mij regen. En dat is wel een beetje balen. Maar volgens mij gaat het gewoon hier overheen. Als we kijken over waar ik zin heen. Dat niet hier gaat regenen ook wel kunnen zeggen. Dat ik even druppel zag. Maar dat was niet zo. Dus. Oké, en nu klaarmaken om dadelijk met net even anders te bellen. Het is nu nog 17 minuten nog. Gaat dat uit hard? Ik zie hem liggen dan. Boefie. Oh, wat ben je toch een boefje ook, hè? Ik vind hem zo leuk hoe hij zit te staren altijd. Hè? Jij zit altijd te staren, hè? Zo mooi aan jou. En dan ga je lopen spinnen nu, hè? Want je krijgt aandacht, hè? Ja. Dan ga je lopen spinnen. Ik heb trouwens vannacht heel slecht kunnen slapen. Ik weet niet hoe het kwam, maar ik werd 3 uur 's nachts was ik nog steeds wakker. Of door de warmte, want ik denk dat daaraan lag dat het hier nog een beetje te warm is. Want het is hier 23 graden, ik vind het niet warm. Maar of ik ben er gewend dat het ventilator aanstaat, dat daardoor komt. Want ik heb dan de laatste tijd door de witte heb ik natuurlijk mijn ventilator aanstaan. En misschien dat ik daardoor geluid wel gewend ben, of de koude wind dat ik gewend ben, één van die twee. Dus ja. Ik weet echt geen flauw idee waar het aan ligt eigenlijk. Maar ja. Ik heb toen de ventilator aan stond, heb ik beter kunnen slapen. Dus ik denk echt dat het aan de ventilator ligt, blijkbaar. Ja, daar zijn we dan weer. Het is wel een half uurtje later in ieder geval, want Vincent ging er nog even een spelletje doen. Dat is ook wel weer leuk. Ja, klopt. Ja, en dit keer is het dus Veerle en ik. Ja. Dat we nu met z'n drieën bellen. Gezellig even vierbeld. Dus, maar goed. Maar goed, jullie mogen we weer doen. Waar zijn jullie het meeste blij om? Kijk eens, stuur even een reactie. Ik ben sowieso blij om dat we meer mogen eigenlijk. Ja, dat vind ik ook wel. Daar ben ik het ook wel mee eens. Ja. En ik ben ook blij dat de sportscholen weer open zijn. Daar ben ik ook wel blij mee eigenlijk. Ja, daar ben ik ook wel blij mee. Ik ben blij dat het zwemmen weer wat uitgebreider is. Daar ben ik ook blij mee. Ja, dat ga ik. Ga je ook dan binnenkort wel zwemmen gewoon, Finn? Ja, de vakantie sowieso. Ik denk dat ik vakantie wel hopen dat ik weer zwembad kwam. Oké. Want eigenlijk... Ik ga voor ongeveer een maand ga ik op vakantie. Oh, lekker. Dan vind je wel naar Frans. Goed. En nog wat, we kunnen kijken, Sander. Wanneer was de eerste opnamedag van jou? De eerste persoonlijke opnamedag? Dat is op 31 juli geweest. Dus dat is over 3 weken geweest. Dat is over 3 weken. Ja, laten we op 3 weken houden. Ja, maar goed. De Sander was 31 juli. Ja. Wanneer was jouw eerste opnamedag, Veerle? 31 juli? Was dat 31 juli? Nee, voor mij wel. Sander, eerste opnamedag. Mijn was 19 augustus. Was het 19 september, 19 juli. Was het voor mij niet ergens eind juni, begin juli? Ik moet even nadenken. Oh ja, je was een van de eerste hè, die opname zet, hè? Ja, ik was naar Mitchell. Volgens mij was ik naar Mitchell namelijk. Je was naar Mitchell inderdaad, klopt. Hoeveel was dat nou? Mitchell was, ik dacht halverwege juni volgens mij. Volgens mij was ik ook ergens in juni hoor, als ik hier hoorde. Ja, dat had Fleur mij uitgelegd toen ze voor het eerst mij ging filmen. Ja, bij mij hebben ze expres later gedaan waarschijnlijk omdat ik mijn sleutelbeen toen had gebroken. Ja. Sorry, ik dacht dat mijn post was die net kwam, omdat ik hoorde de bel, maar ik dacht dat mijn post was, maar niet dus. Oh. Jammer dit. Nee, goed. Nee, 19 juli was mijn eerste opnamedag. Ik heb een Fleur nog opgehaald. Ik zei, wat is bijna net een jaar geleden, hè? Nee, dat klopt. Het is maar een jaar geleden, inderdaad. Dat ik voor het eerst ging filmen. Ik wil niet over Felix zijn, maar ze neemt niet op. Ik denk het ook niet. Ja, en ze haakt gewoon af. Oh. Dank u wel. Oh, ja. Ik heb een zwart beeld. Oh, nee, nu niet meer. Oké. Mijn telefoon deed open. Zwart beeld? Ja, ik had 1 zwart beeld. En toen had ik alleen Chinese, sorry. Maar het is oké, nu. Oké, is goed. Is goed, maar goed. Maar goed, maar Veerle, wat ga jij Even een vraagje, hè?
Wat denken jullie hoe Sanne gaat reageren als ze dat van mijn baard, dat dat eraf is? Ik denk dat ze wel blij en ook wel geschokt is misschien van, oh ja, een beetje... Nieuws, ja, toch wel geschokt is van, wat heb je gedaan? Ik denk dat ze inderdaad geschokt reageert. Ik denk ja. Blij geschokt, blij, ik denk zoiets. Ik ben benieuwd hoe ze ervan vindt. Ik denk wel meer geschokt. Ik zeg ook maar wat, hè. Ik denk ja, nee, snap ik. Oké. Ja. Ik heb nu al zin in 22 augustus. Ja, natuurlijk. Jongens, weet je wat ik laatst had verteld? Dat ik aan mensen dat ik met die schommel ben gegaan en dat mensen niet durfden. Dat mensen dat zagen dat ik op die schommel ging, op die rode schommel. Het was natuurlijk een keer met een paar vrienden of zo, was iemand jaren geweest en toen gingen we een soort van barbecue-achtig met een paar mensen. Ja. En toen zagen ze dus dat ik op die schommel was geweest. Iemand zag dat dus, die moeder van die jongen die aan was geweest. Die zag dus dat ik op die schommel was geweest en ze vond het heel eng om dat te zien. Oh echt? Oh? Oh echt? Ze zeiden ze gewoon, heb jij dit gedaan? Dus zei ik, ja. Ja? Maar ik moest best zeggen, dat begin moest ik wel even wennen hoor. Toen ik opeens, nou, toen ik erin zat, voel ik het wel, ik moest ook wel wennen. Maar toen dacht ik wel van, oh ja, dit is wel hoor. Dat was wel leuk. Je bedoelt... Maar Marlijn, met dat... Echt op de grillen van... Ja, dat was daar Sander, hè? Dat was mijn Sander, ja. Die ging met Sander. Oh ja, oh god. Mijn handen! Mijn handen! Oh man. Deze voor mij heeft iedereen vindt het leuk dat mijn hand naar je handen blauw knepen. Voor mij vindt iedereen dat leuk. Ik was aan het filmen, hè? Ja, klopt. En ik had er wel spijt van dat ik niet op de schommel zat. En toen ik zei van, was dat het? Zei ik. En toen zei ik van, was dat het? Ja, maar Mitchell die werd opeens misselijk naast mij. Die kon er even niet meer op. Die werd misselijk. Ja, dat zag ik, ja. Nee, die werd opeens misselijk. Hij zei, ik word opeens kotsmisselijk of ik word misselijk of zo. Ja, ik zag gewoon dat het zo uit was. Ja. Volgens mij wel tegen, maar. Ja, ik vond juist de uitzicht mooi. Ik vond juist de uitzicht. Er ging daar iemand beneden zwemmen. Er ging daar iemand zwemmen eronder. Ja, klopt. In het koude water. Ja, inderdaad. Zo, wat was het fris zeg die dag. Maar hoe deed Marlijn nou? Want ik kneep je hand vast wat deze. Dan zei ze iets van, wat deed ze nou? Ja, ze kneep gewoon. Juist toen je op die schommel zat, toen ging het omhoog. En toen, op het moment dat hij al omhoog ging, begon ze al te knijpen. Ja, zei je Marlijn, toen ze op de schommel ging. Gillen, toen jullie bewogen of zo. Ja, we gingen juist omhoog. Toen we omhoog gingen, begon ze al te gillen. Ja, en toen op het einde zeggen we wel, is het... Leuk is een groot woord. Oh, dat kan ik niet meer herinneren, joh. Met die A, Vincent. Toen jij op die A stond. Jij stond eerlijk al eraf, joh. Ik viel één keer eraf. Ja, dat klopt. Jij viel dat iedere keer. Oh, ik zit er gelijk. Weet je nog dat Marlijn viel? Weet je nog toen Marlijn viel? Waar is Janice? Viel? Marlijn is toch gevallen, toen? Marlijn was gevallen. Toen ze Janice ging opvangen. Oh ja, dat zal best kunnen, dat kan ik niet herinneren. Nee, ze gingen opnames toe toen ik het A stond, maar toen ik wegging van de A ging ze niet. Nee, want Marlijn was bij jou aan het trekken toen. Ja. Oh ja, toen gingen wij trekken en toen opeens toen vis het in die A stond. Klopt. Ze weet het weer, Ja, klopt. Ja, met dat ze viel, moet ik. Oh ja, volgens mij weet ik dat nog een soort op de strijkkorrels of zo, zoiets. Ja, ik weet niet wat het was. Ik heb niet goed op zitten letten. En ik had een keer in mijn hoek zag dat hij van naar beneden viel. Oh, dat er geen blinddoek gingen, dat vond ik ook wel. Over die touw, ik heb toen jou begeleid, hè, Finn? Ja, jij hebt mij begeleid en Janice had vieren begeleid. En ik had daar, ja. Maar Sander, wist je nog met Donnie? Dat die jou bijna. Wist je nog die. Ja, dat weet ik wel. Ja. En dan zien jullie er nu nog een stukje van. Ik heb net een microfoontje bij me eraf gehaald, want het is nu klaar. Ja, toch? Hoe vind je het gaan? Ja.
Ja. Man. Ja, maar er ligt iets voor. Sander, jij moet... Zo. Ja, wat gebeurt er dan? Ik zeg, what the fuck is dit? Ja, maar ook, wat ik ook mooi vond, die regisseur Maarten, oh, dat was de beste regisseur die ik gehad had. Met Of die ene met die klederdracht, dat ze gevergeten waren als meisjes. Ja, oh, dat was ook leuk. Dat waren maar de... Maurits. Ja, en Matthijs, oh. En Matthijs, ja. Ja. En die andere, Lennart. Ja, Lennart. Ja, let dat hij gewoon zoenen voor de camera was. Nee, dat was Matthijs volgens mij. Dat was Matthijs. Nee, dat was volgens mij wel Lennart. Ja, maar Matthijs ging ook... Nee, maar toen hij zo... Toen zei Sander, toen zei de bom... Toen moest hij lachen. Ja, klopt. Klopt, ja. Loekie en Pamela. Weet je wat jouw jongste is? Ik had Fleur eigenlijk wel in de rij willen zien. Ik ook. Maar Rut had ik niet. Oh ja, Rut. Maar jongens, die foto, toen gingen ze toch wel eens dingen. Toen stonden ze niet goed of zo. Wij hadden bijna gelijk goed. En zij stonden niet goed om te beginnen doen. Ja, kan wel, ja. Oh. Dat was echt grappig zo. Weet je hoe lang dat geleden is, allemaal? Ja, dat was. In november was dat. November vorig jaar. November alweer. Is dat niet een half jaar geleden of zo? Ja, kan kloppen. Want november. 10 november! 10 november! 10 november! Special Media Award! Special Media Award! Dat was van Sander inderdaad. Ik kan hem weer herinneren. Dat was dezelfde dag. Wat een dubbele einddag, hè? Eerst van Mitchell en dan van Sander. We hebben het nou nog ook voor. Wat de koppronomen en daarna nog even lekker privé gesprek gehad. Het was super gezellig met die twee even te praten hebben. En ja, ik ga nu ook klaarmaken om bed te gaan. Want morgen, helaas, video online, helaas, / vlog, herdenking van Toos. Dat ze in mijn vlog is geweest. En ja, ik hoop dat jullie het leuk moet gaan vinden morgen. Allemaal beelden morgen van Toos als in een vlog is geweest. En laat even weten wat jullie van vinden van deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even blij duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou tof zijn als je bent geabonneerd. En zeg ik alvast veel kijkers in groen heel vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Ik zit er de laatste tijd volgens te kijken en dan zie ik abonnees opgaan en denk van hoe dan, waarom, denk van doe ik iets verkeerd, ja, dat ik weet niet, zit er vertrouwen, niet in vertrouwen in.